In deze video lezen we het tweede stukje van paragraaf 34 van het 21ste boek van Livius ab urbe condita. In het voorafgaande is Hannibal met zijn leger aangekomen bij de Alpen. Hij heeft wat eerste bergbewoners overwonnen en hij loopt nu tegen een wat grotere stam aan, die wijs geworden door de vorige ervaringen aan Hannibal een vrije doortocht aanbieden. Ze bieden hem aan comiatus voedsel, duces gidsen voor de weg. En hij mag bovendien gijzelaars meenemen als garantie. Hannibal vertrouwt het voor geen meter en daar begint het Latijn. Hannibal is het onderwerp van deze zin. En dan is hier het probleem dat de tekst niet helemaal goed is overgeleverd. Dat kun je zien aan die twee kruisen daar. Daar klopt dus iets in de tekst niet. Aan die twee haakjes betekent rondom ratus, betekent dat ratus later is toegevoegd, dat niet aan in de handschriften staat. Maar dat moet er staan. Ratus komt van reëri, een deponens, wat menen betekent. Het PPP ratus betekent dus menend. En iets dergelijks moet er gestaan hebben, omdat daarvan afhangen de ACI's die ervoor staan. Dus Hannibal, menend. Twee dingen niet gedaan moesten worden. Tweemaal een gerundivum-constructie waar je vorm van essen moet aanvullen. Dus Hannibal, omdat hij meende dat er niet zomaar geloofd moest worden. Temere is zomaar, is een bijwoord. Gelovend dat er niet credendum esset. Dus dat er niet nec credendum esse, dat er niet geloofd moest worden zomaar. Dus hij gelooft die bergbewoners, die oude mannen niet zomaar. En ook menend, niet zij, hier moet eeuws of zoiets gestaan hebben. Dat zijn die aanvoerders van die bergstam. Dat zij niet zomaar afgewezen moesten worden. Opnieuw moet je essen aanvullen. Toen hij geantwoord had, welwillend. Dus nadat Hannibal die gasten niet zomaar moest geloven, toen hij benigne vriendelijk geantwoord had, waarom antwoordt hij vriendelijk? Dat staat in dat tussenzinnetje, opdat niet zij werden, onderwerp zijn die bergbewoners weer natuurlijk, opdat zij niet afgewezen zijnde openlijk vijanden werden. Dus nadat hij welwillend had geantwoord om te voorkomen dat zij niet, omdat ze afgewezen waren, openlijk vijanden werden. Dan komen er nog een paar bepalingen. Dit is een ablativus absolutus. Optie des zijn gijzelaars. Met gijzelaars ontvangen zijnde, dus nadat hij de gijzelaars ontvangen had, of nadat de gijzelaars ontvangen waren, quos daarband, die zij aanboden, die zij gaven. En usus, nog een participium, PPP, dit weer afhangend van Hannibal, gebruikt hebbende of gebruikend. En dat uti, dat is een deponens wat gebruiken betekent, dat heeft de ablativus, gebruikend het voedsel dat zij naar beneden gebracht hadden, zelf naar de weg. Onderwerp van dat detulerant zijn natuurlijk die bergbewoners. En dan komt pas de hoofdzin. Volgt van hen de gidsen, de doekes. Dus Hannibal volgt zijn gidsen. Maar dat doet hij helemaal niet. Zoals tussen tot vrede gebrachte volkeren. Want dat doet hij composito achmine. Meteen geordende kolonnen. En geordend betekent dat ze in militaire opstelling lopen. Dus die hele zin ingewikkeld in elkaar zit. Nog een keer. Hannibal, ratus, menende. Twee dingen menende dat niet moesten gebeuren. Hij moest niet zomaar geloven, die bergbewoners. Menend dat er niet zomaar geloofd moest worden. En menend dat zij ook niet zomaar afgewezen zouden moeten worden. Die nadat hij Hannibal welwillend had geantwoord om te voorkomen dat zij afgewezen zijnde openlijk vijanden zouden worden, die volgt hun gidsen, eorum duces, nadat de gijzelaars die zij gaven geaccepteerd waren en nadat hij gebruikt had het voedsel dat zij zelf naar de weg
gebracht hadden, naar beneden gebracht hadden. Dat naar beneden is de vertaling van D in D tolerant. Dus hij volgt van hen de gidsen in een composito achmine, in een geordende kolonne doet hij dat volgen. Dus helemaal niet, zoals je zou verwachten, tussen tot vrede gebrachte volkeren, tussen vreedzame volkeren. Ingewikkelde zin, maar ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd.